Misschien liggen de verwachtingen naar het verrassende tweede plak van verleden hier nog wel heel heeg bij de boetewacht. Maar volleybalclub Snits had twee lijn een route uitstippelen om naar de top te werken. Maar na het succes van verleden hier kan vaak van deze koers afweken worden. Ik heb het al vaker gezegd, we blijven gewoon in dat wat we op de lange termijn hebben als doel gesteld, blijven we verder gaan. En dat betekent dus weer positie 1 tot 4. Vorig jaar was het gewoon rondom de vierde, vijfde positie, dat moet je kunnen redden. Nou, dat werd een uitschieter uiteindelijk naar de tweede plek, wat natuurlijk fantastisch is. Maar ja, we blijven toch wel met beide beentjes op de grond. De tweede plak van verleden hier joeg recht op Europese deelname, maar toch de minder financiële situatie waar er van aanzien. De hele zomer is er werken om het budget van de vereniging op te krikken. Maar bleef de vraag of dit wat opsmieten had. Ja, eigenlijk net. Het is wel spietig. Maar de realiteit is dat wij, uw sponsorcommissie ontzettend hun best dingen. Ik ben zelf ook nog maar een aantal mensen in gesprek geweest. Maar het zit op het heden bij het bedrijfsleven net echt makkelijk om sponsoren te vinden. Nee. Maar we hebben toch, ondanks dat hebben we toch een peer aantal. Wat liefste de sponsoren toch binnenhellen. Dus ik hoop dat we toch dit hier toch wel wat extra sponsoren krijgen. Introductiestraling van Feestje Sneek. Door de krapte onhield, wordt er een beroep die in Oppersandium de vrijwillige status van de speelsters. Ja, dat is zeker beleerd. Wij halen je net van boeteloon en net 4 foot. Boven dat, we betellen de dames ik net. He, ze krijgen een salaris. En ik vind dat een groot compliment aan u dames dat zij op het hoogste niveau acteren, hè, de eredivisie is maar. En hij dan vergelijken wat bij orensporten, wat er gebeurt en wat er betellen bij de mat. Nou, dan heb ik groot respect voor u dames dat zij eigenlijk voor helemaal niks hun sport steent te boeven. Ik ben echt nog echt een sportlui. Wichten voor volleybalclub Snits is dat de ploeg bijna bleun is. Alleen de Saskia Bos is om reden van studie er net meer bij. Voor haar is de 60-jarige Marit Jasper uit het vierde bij de selectie komen. Ja, ze speelt bij Jeugd Oranje. Ja, daar gaat ze ook in mee. Daar gaat ze proberen in januari zich te kwalificeren voor de EK. Dus ook daar heeft ze een heel druk programma. En dat is heel goed afstemmen met de trainers daar, maar dat komt goed. De hierbrengswedstrijd sneurde Jontje en Pilpoes begon met winst in de eerste set van Snits. Mooi 24-23. De tweede hier nooit de gasten, mooi 18-24. Hier de derde set. En het punt van Snits zet de stoon op 21 centje. Serve van Marit Jasper. Snits dit in deze fase even knap te spelen. Dan is daar het blok van Nienke Oud en Marta Malta. 22 centje. Snits komt dan op setpoint. Ze rennen uit naar 18-24. En binnen wooi om een 2-1 voorsprong te nemen. Weer het goede blok voor Snits. En dan kan Snits de onval weer overnemen. En is het klasje zeker mooi de mid-onval. En zo zit de tweede set in de boezen. 2-1 voor de Snitsers. Door het ontbreken van spulverdeelster Michelle Bult bij de Snitsers gaat er nog wel eens wat mis. In de vierde set verspiel je de vrouwen een 24-22 voorsprong. En viert het automaatje. Hier wordt het 24-gelijk. Maar het tromp nooit de surf. Dan de onval van Pilpoes gaat langs het blok van spulverdeelster Nienke Oud en Marta Malta. 24-26. Setpoint voor Pilpoes. En dan neemt de druk daar. Onval dan van Snits. Ken goed paast worden van Pilpoes. De middenonval. Ken het verdiegen worden. Stiet het twaggelijk in sets en moet er een beslissende vierde set komen. En daarin komen de Snitse vrouwen te kwart. Hier is het nog de middelval van Klaske Sikkers die de stoon op alweer fietje brengt. Maar de matchpoints binnen voor Pilpoes. Roos van Wijnen met de surf. En dan is de boetenonval te machtig voor het blok van Klaske Sikkers en Fenner Sonstra. Snits hier winnen kennen, maar voor sommigen dat in de vierde set te doen. We hebben hem eigenlijk voor het griepen in de vierde set. 24-22. En ja, het waren drie lullige foutjes en de kopjes gingen naar beneden en je flent die set. En de vijfde set kennen we dus volgens mij daarnet dusdanig goed in zetten dat dan weer goed komt.